Ik volg de opleiding stuurman, scheepswerktuigkundige, visserijschepen. En dan gaat de vis zo de vistank in. En dan zorgt de bootsman uit de tank de vis naar de fabriek toe. Om gesorteerd te worden. Dit is een visserijbedrijf. Wij vangen pelagische vis die wereldwijd wordt verhandeld naar diverse doelgroepen. En wij, het bedrijf, zijn er ongeveer 2 miljoen maaltijden per dag verzorgen voor deze mensen. De werkzaamheden die ik aan boord doe zijn verschillend. Want ik loop stage op de brug of in de machinekamer. Ik loop ook wel eens aan dek op het verwerkingsdek. Op de brug op administratie bijwerken of help met andere dingen wat ze hier op de brug doen. Die komt hier uit de separatorbak uit. En dan gaat het hier zo naartoe en dan gaat het zo de tank in. Oh, okay. Snap je? Ja, snap ik. Vaak als ze me iets willen laten zien of leren, dan roepen ze me erbij of laten ze even zien of laten ze me het zelf doen, zeg maar. Die kan wel deel te blijven kijken, maar dat leer je niet heel veel van eigenlijk. Een beetje zelf doen, dat is veel beter. Goeiedag allemaal. We komen nu aan bij de Wereld 6 en Jackson. We gaan ons klaarmaken om uit te stomen, om weer achter de vis aan te gaan. Wat ik belangrijk vind dat de student meekrijgt, dat ze na hun stage een volledig weten hoe dit visbedrijf werkt. Dat ze na hun stage ook zelfstandig met de boot kunnen varen, vis kunnen verwerken en in de machinekamer kunnen bedienen. Ik ben er wel wat mee bezig en ik wil er ook over leren. Ik heb me als kind met de paplepel ingegoten en ja, dat zien we wel terug.